Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe Lego video. Vandaag is het een ietsje andere video, want vandaag zal ik de Lego Mandalorian set ideeën zeggen. Ja, deze ideeën zijn gewoon compleet mijn ideeën, dit zijn niet echt ofzo. Maar ja, hopelijk geniet jullie ervan. Ik dacht van, hey, misschien is dit een leuke video, jongens en meisjes. Laten we dan maar kijken naar set nummer 1. Oké, voordat we eigenlijk naar set nummer 1 gaan, wil ik eerst zeggen, spoilers ahead, oké? Er kunnen hier heel erg grote spoilers in zitten. Als je de Mandalorian nog niet hebt gezien, ga hem eerst kijken. Kom dan gewoon terug naar deze video en dan kan je gewoon genieten van deze video. Maar spoilers ahead, alright? Oké, laten we nu doorgaan naar nummer 1. Voor mijn eerste idee dacht ik van, hey, misschien kan Lego een schip maken van in die ene aflevering met de Bo-Katan. Dus dat klein scheepje waar Mando en Baby Yoda, aka Grogu, op zaten. En ja, dat Grogu was dan eigenlijk soort van gevangen genomen door die soort van monster of ja, zeewezenachtig iets dat in dat schip zat of in de zee zat. Maar oké, ja, Bo-Katan kwam toen en redde Baby Yoda en de Mandalorian. Dus ik veronderstel dat misschien Lego een 50 euro, 60 euro set van deze boot kan maken met Bo-Katan, de Mandalorian, Baby Yoda en misschien heel misschien nog een andere Mandalorian erbij. En ik denk ook dat ze nog zulke alien vissers erbij gaan stoppen. Ze kunnen ook nog een set maken over een Imperial Freighter. Dat is in dezelfde aflevering gebeurd waar Bo-Katan en dan ook de Mandalorians eigenlijk een Imperial Freighter overnemen. En dan kan je daar een set van maken. Ze hebben er ook alleen gemaakt van Rebels. Dat is geloof ik wel de enige dat ze ooit hebben gemaakt. Voor mannetjes zou ik natuurlijk Bo-Katan of de twee andere Mandalorians krijgen in deze set. En dan bij dat schip Bo-Katan of kan ook andersom natuurlijk. Maar dan kan je ook natuurlijk de Mandalorian zelf en een paar Imperial Officers en misschien nog een Stormtrooper of twee. Voor mijn derde idee, natuurlijk, de Slave One. Het is terug, je kan hier heel erg makkelijk een set van maken. Je kan Boba Fett erin stoppen, Fennec Shand, de Mandalorian zelf en ook nog een paar Stormtroopers. Voor set nummer 4 hebben we natuurlijk ook een klein stukje waar Baby Yoda, aka Grogu, kan opzitten. Dat hij dan eigenlijk een soort van connect met de Force. Je kan een paar pilaren maken. Dit set zou niet te duur zijn, misschien 30, 40 euro. De karakters kunnen de Mandalorian zelf zijn. Baby Yoda, aka Grogu. Misschien 2 of 3 Dark Troopers. Ik denk 2. Misschien 1 of 2 Stormtroopers. Voor set nummer 5 heb ik deze spin dat je kon zien in de aflevering met Frog Lady. En ik bedoel, elk Lego thema, elk goed Lego thema heeft bijna een spin. Lord of the Rings, Harry Potter, Hobbit. Wel, Hobbit en Lord of the Rings zijn bijna hetzelfde. Zelfs Chima heeft een spin. Dus ik veronderstel dat Star Wars ook hetzelfde gaat doen en ook een grote spin gaat maken. Ze kunnen een grote spin maken, dus eigenlijk de moederspin en zo 2 of 3 kleine spinnetjes daarnaast. Maar ja, voor de mannetjes, er zijn maar 3 mannetjes in totaal in deze scène. Ja, Baby Yoda, Frog Lady en de Mandalorian. En eigenlijk wil ik ook graag nog dat ze de eieren van Frog Lady erbij zetten. Dan kan je naspelen hoe dat Baby Yoda eigenlijk al die eieren verslindert. Voor set nummer 6 wil ik graag een TIE Fighter waar dat je eigenlijk de soort van vleugels kan plooien en zo dicht kan klappen. In deze set zouden er natuurlijk een paar Stormtroopers zitten. Misschien 1 of 2 Death Troopers. En natuurlijk Moff Gideon met de Darksaber. Dan hebben we set nummer 7. En dat is deze soort van kleine Imperial voertuigachtig iets. Ik weet niet precies de naam. Maar ja, in deze set kan je natuurlijk de Mithral krijgen. Dan de Cara Dune. En natuurlijk Grief Karga. En misschien 2 Stormtroopers. Wel nee, eigenlijk de Stormtroopers hoeven niet. Misschien een Scout Trooper met een speederbike. Dat zou eigenlijk veel beter zijn. Voor set nummer 8 wil ik een kleine mini-versie van de Krayt Dragon. Er kunnen een aantal Tusken Riders in deze set zitten. Natuurlijk Cobb Vanth, de ene dude van die kantina. En misschien nog een paar burgers van in dat dorpje of zo. De Krayt Dragon kan misschien zo'n Great Devourer skill zijn. Niet te groot, niet te klein. Maar zo, ja, redelijk savant nog. Voor set nummer 9 wil ik graag dat schip zien van de ene chapter, The Prisoner. Dan krijg je die 2 Twi'leks, dus die broer en die zus. Eigenlijk de hele crew die op die missie ging, dus die dude met zijn rode kleur en zijn horens. Die ene guy met zijn backpack en zijn arm of zo, die hand die een blaster vasthoudt. En natuurlijk ook die robots. Dus in totaal zouden hier 6 mannetjes in deze set zitten. Misschien zou deze set 120 euro kosten. Wel, misschien minder. Of tot en met 120 euro. Ja, dat is misschien maximum 120 euro. Dan krijg je 6 mannetjes. De Mando, of course. De hele crew vanuit op die missie. En dan ook nog die broer.
Deze set zal waarschijnlijk nooit gebeuren, maar ik wil heel graag deze sets zien. Dus Ahsoka versus die ene Morgan, die ene met de Beskar spier. Ik wil dat heel graag zien. Misschien een klein tuintje of zo, waar dat ze dan eigenlijk battelen. Het zou eigenlijk gelijkaardig zijn, zoals die ene battle op Starkiller Base met Rey en Kylo. En ook die battle met Anakin en Obi-Wan op Mustafar. Dus ongeveer €20 krijg je twee mannetjes. En dan kan je een beetje je dingetjes bewegen en zo van die dingen. Hopelijk heb je de genoten van deze video. Geef een like, abonneer hier beneden, klik op het belletje dat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik jullie allemaal later. Een dikke, vette This is the way. This is the way. This is the way. This is the way.